gaan vandaag op steenuilenjacht. Steenuilenjacht in het buitengebied van Hoek. Aan de Noorddijk. Ik heb het nog eens nagevraagd. En alleen al aan de Noorddijk, hier in Hoek, zijn vier territoria van steenuilen. Waarom ideaal? Omdat hier hele mooie oude knotbomen staan. En die knotbomen die geven broedgelegenheid, holtes voor de steenuil. Alleen op deze locatie hebben we het nog beter, nog gezelliger voor het uiltje gemaakt door er een kast in de bomen te zetten. Het steenuiltje is het kleinst voorkomende uiltje van de uilen die hier in Zeeuws-Vlaanderen zijn. Er zijn drie soorten uilen in Zeeuws-Vlaanderen. Dat zijn steenuiltje, een heel lief klein uiltje, ongeveer deze hoogte, zo groot. We hebben een kerkuilen in Zeeuws-Vlaanderen, maar die zitten in de schuren met het blanke gelaat. En we hebben bosuilen in de bossen. Maar hier zijn we dan op weg naar het steenuiltje toe. Ze leven niet altijd in de kast, want meestal leven de steenuiltjes in de bomen zelf, in de holtes. Ze kruipen in de holtes van de wilgen. Deze wei is ook hartstikke geschikt voor steenuiltjes, omdat die kort begraasd wordt door koeien. En dan kan een steenuiltje gemakkelijk wormen vangen, want het voedsel van een steenuil is veelal wormen. Haha, het geluid dat ze maken. Zullen we eens proberen, een trucje uithalen? Het geluid dat een steenuiltje maakt is een alarmroepje. En ik kan met behulp van het fluitje het alarmroepje nadoen. Ik zal het zo even laten horen, maar het kan zijn dat door dat alarmroepje het uiltje al meteen uit de kast komt. Want hij denkt, een indringer, concurrentie. En dan komt hij uit de kast en zal waarschijnlijk wegvliegen of misschien zelfs naar mij toe vliegen. Nee hoor. Ik denk dat het vrouwtje in de kast zit. Misschien al eieren, misschien al is die aan het broeden. Maar dit uiltje is ook wel een zonneliefhebber. Hij wil ook wel eens overdag in het zonnetje komen zitten. Zomaar een beetje mijmeren. Ik wou dat ik een steenuiltje was, dan kon ik ook mijmeren overdag in het zonnetje. Als we nou dichterbij komen, dan kunnen we zien waar het steenuiltje vorig jaar gebroed heeft. Hierin. Echt in de holte van een wilg. 2 jaar geleden was dit het resultaat van het broeden. 2 prachtige jonge steenuiltjes. Die zijn waarschijnlijk op zoek naar een eigen territorium. Ook weer hier in de streek, want ze gaan niet ver weg. Een touw moet afsnijden. Kijk, hier heb je. Gezien? Hij zit erin. Het zou kunnen dat het uiterste grijs wat je ziet, helemaal onderaan, dat een jong is. We hadden hem stoppen hoor, niet langer. Dus we gaan hem nu dicht doen. Steenuiltjes broeden 3 weken, 21, 22 dagen denk ik. Ik denk dat het met dit mevrouwtje en met deze jongen wel goed komt. Het komt hartstikke goed. Ik ben erbij. Kom echt goed. Nou, succes.